21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ga kijken of mensen gaan stemmen en welke standpunten ze belangrijk vinden. Gaat u stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, ik ga altijd stemmen. En kent u alle standpunten van de lokale politieke partij al? Nee, maar ik kijk iedere week in de krantjes waar ze in staan. Want daar oriënteer ik me wel op. Ik stem niet volgens een landelijke partij wat eigenlijk mijn voorkeur heeft. Maar voor lokaal kijk ik altijd heel goed op wie ik stem met wat voor programma. Ik vind de veiligheid en de gezondheid ouderen, dat vind ik ook wel heel belangrijk. En zou... Voor de ouderen. Moeten de ouderen thuis blijven wonen of kunnen ze opgenomen worden in het verzorgingstehuis? Want ik ben een van de ouderen. Dat vind ik wel belangrijk, ja. Dus stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, daar ben ik wel van plan, maar ik weet toch echt niet op wie. Dat moet ik nog uitzoeken. In elk geval vind ik hier belangrijk dat het een gezonde lucht wordt. Gaat u stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, zeker. En kent u alle standpunten van de lokale politieke partijen? Nee, daar moet ik nog helemaal in verdiepen. Heb ik nog niet naar gekeken. En welke standpunten zijn voor u belangrijk? Het groen, het milieu. Ga je zelf ook stemmen? Ja. Nee, ik denk het niet. En ken je alle standpunten van de lokale politieke partijen? Nee, lang niet allemaal. En wat vind jij alle belangrijke standpunten? Ja, goede school. En zou je eerder stemmen op iemand die je kent of wegen de standpunten wel zwaarder? Nee, het gaat wel om de standpunten. Ik vind economie belangrijk, ik vind milieu belangrijk, ik vind welzijn en gezondheid belangrijk, ja. Ik vind stemmen heel erg belangrijk. Als ik hoor zeggen dat mensen zeggen, ik ga niet stemmen. En ze hebben aan de hand wel kritiek, ja, dat kan niet. Als je kritiek hebt, dan vind ik dat moet je ook stemmen. En anders heb je helemaal geen invloed. Nou, kijk eerst bewust even na waar je op gaat stemmen. Doe niet zomaar iets. Heel goed laten informeren. Heel goed lezen, denk ik. Of op internet kijken waar iedereen voor staat. En dan ook echt een overwogen beslissing nemen. Informeer je goed. Want een domme stem vind ik geen belangrijke stem. Dus informeer je goed.